Parker, Isaacson. Gerrard. Binnen doorgegeven op Milner, maar Olsen laat zich niet wegzetten. Opnieuw Gerrard. Ah, schitterend! Formidabele goal van Andy Carroll. Maar toch vooral dankzij die splijtende paas van Steven Gerrard. Ibrahimovic heeft plotseling een extra spits erbij, de persoon van Melberg. Ibrahimovic gaat het zelf doen, schot van richting veranderd. Bal voor Hart. Svensson. Carroll geraakt toch? Nee, het spel mag verder. Kan de voorzet komen. Terry komt weg. Die actie van Kjellström. Daarna wordt geraakt door Carroll. Ibrahimovic. In die muur. Nogmaals, Ibrahimovic. Er blijft de bal liggen. En dan is het raak. Doelpunt notabene van Olof Melberg. Is hier dan de ommekeer in de wedstrijd misschien? De vrije trap is matig. Dan nogmaals Ibrahimovic. Geen buitenspel. Dat wordt opgegeven door Johnson. Die nog wel probeert om de bal van de lijn te halen. Maar daarbij net tekort komt. Loopt de bal als het ware zelf het doel in. Elm. Wat combinatie. En dan loopt Martin Olsen door. En is dit wel een kaart natuurlijk voor James Milner. Sebastian Larsson. Goeie vrije trap. Daar is Olsen, daar is Melberg en daar is het 2-1. In iets meer dan 10 minuten na rust draait Zweden de wedstrijd hier helemaal om zich. En was het bij de eerste treffer de gelijkmaker nog te vragen of hij wel of niet op de naam van Olof Melberg geschreven zou kunnen worden, dan is er nu geen enkele twijfel over. Voorzet Johnson. En via Isaacson gaat die kopbal vervolgens over. John Terry vraagt zich af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat de bal niet in het net eindigt, maar over het doel gaat. Ashley Young. Jonas Olsen, schot van afstand van Walcott, 2-2. Nog maar net in het veld. Misschien zijn eerste balcontact zelfs. En wat gebeurt er plotseling veel in de eerste 20 minuten na de rust. De wedstrijd is ontploft. Gerrard, Johnson, nu even verlost van Elm. Walcott, Theo Walcott. Ja, nog maar eens proberen. Dit keer voorzet en schitterend verlengt zich. Wat een goal van Danny Welbeck. Als dit zo was bedoeld en daar leek het wel op, dan is het een magistrale treffer van Danny Welbeck. Wayne Rooney kan opgelucht ademhalen. Hij is van zijn schorsing verlost. En het toernooi van Engeland zit er nog niet op. Integendeel zelfs. Er is uitzicht op de volgende ronde. En Engeland heeft het lot in eigen hand. Niet verliezen tegen Oekraïne. En Engeland kan door in de knock-out fase. Voor Zweden zit het erop na deze nederlaag.